Er komt geen reshuffling meer van het huidige kabinet, verzekert president Desi Bouterse. Hij sprak gisteren tijdens een persconferentie op het presidentieel paleis, kort na de beëdiging van 5 nieuwe ministers. Volgens het staatshoofd is het geen goed idee om met de verkiezingen in zicht nog te gaan sleutelen aan het kabinet. Het regeringsbeleid zal conform het ontwikkelingsplan naar 2020 toe worden uitgevoerd, meent Bouterse. Als 2020 voor de boeg staat, ja, met duidelijke opdrachten die we destilleren uit onze OP, ontwikkelingsplan en ons jaarprogramma, dan geloof ik toch wel dat we in staat zijn om op basis van het werk wat gedaan moet worden, daaraan een jasje te naaien welk profiel dat zou moeten zijn, om van daarin gezamenlijk te kijken in de gemeenschap hoe we dat kunnen invullen om die bijzonder zware job te doen. Ja, dus u bent dik tevreden over de overige ministers? Ik ben dik tevreden over alle ministers. Oh, okay. Iedereen heeft in een bepaalde tijd zijn of haar bijdrage moeten leveren. President Bouterse ging verder in op de vele kritieken vanuit de gemeenschap op zijn leiderschap. Eén daarvan is dat zijn partij niet over kader beschikt en daardoor kader van andere politieke partijen probeerde te strikken voor de post van minister. Bouterse is ook geconfronteerd met uitspraken dat zijn ministeries niet de gelegenheid krijgen beleid te maken alvorens ze worden gereshuffeld. We hebben wel een interessant volk en daarom hoor ik van het volk. Wij zijn klagers, we weten altijd beter van het eerste uur. Geen probleem. Ik denk dat wij het enige land zijn die weten waar het vliegtuig dat is neergestort van. Wat voor airlines? Malaysian Airlines. Die Surinamers weten het hoor. Die Russen niet, die Chinezen niet, de Amerikanen, die Surinamers weten het. Dus ik neem dat met gemak. Daarom Miloba volk die zie. Het probleem van, of althans, wanneer je ideologisch de lijn kwijt bent en misschien door omstandigheden van de tijd dat je onvoldoende ruimte hebt om goede analyses te maken en de historie te bekijken, dan kan ik me best voorstellen dat je gevoelig bent voor dit soort opmerkingen die gemaakt worden. Maar ik wil je even voeren in de tijd. Toen we in 1980 begonnen, was de lijn een progressieve lijn uitzetten. De progressieve lijn is uit alle groeperingen hebben we gekeken naar wat bekend stond als progressief. Op dat moment is jonge minister Ranjit Singh is gevraagd om deel te nemen in de regering. Het probleem is, mensen hebben vaak een verkeerd concept. President Desi Bouterse gisteren tijdens een persconferentie, kort na de beëdiging van 5 nieuwe ministers. Antoine Elias, die op volksgezondheid komt, is uitlandig en wordt op een nader tijdstip beëdigd.